Mijn, was het ook niet ook de bedoeling geweest dat mensen hier zouden gaan overleven, heb ik het idee. Maar het is wel overleven in Ultimate Survival. Oké, we hebben de keuze tussen een ijske... Ah, fok. Op. En teringbeesten. Yo lieve mensen van Dutch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar Osiris New Dawn. Ik ben nog steeds helaas alleen. En ja, we gaan vandaag gewoon proberen lekker de habitat te maken en alle andere ongewenste dingen. En ik ben even naar de buren geweest en heb even daar wat zand gehaald. Blijkbaar is op de buurplaneet eigenlijk zand te vinden. Of eigenlijk ben ik gewoon even teruggegaan. Zand gehaald. Bij mijn hoofdplaneet. Maar zoals ik al zei, als ik in mijn eentje ben dan geldt het de regel wat anders. Hier heb ik nog veel meer zand en... onderweg nog wat andere diamanten gevonden, blijkbaar. Dus we gaan ervoor zorgen dat we verdedigd staan. En ik zat dus te denken, aangezien we op een nieuwe planeet zitten, dacht ik misschien kunnen we de elektrische doel maken. Het houdt vijanden buiten, dus a shield that place to protect you from enemies. Je ziet shield can from... Maar ja, dat is misschien iets voor later, want ik wil eerst eigenlijk zorgen dat ik gewoon een huis heb. Nou, even kijken, hadden we koper? Dan moet ik even alles zowat uit gaan sorteren. Van wat ik wel heb en wat ik niet heb. Met een spul wat oors zijn. Nee, oké. We gaan een habitat bouwen. Ik te denken misschien een beetje. Een beetje hier misschien? Of een beetje daar? Wat is wijs? Ik denk gewoon hier. Top. Dan hebben we hier nog een beetje een uitbreiding. Kunnen nog een beetje alle kanten op. En er staat iets hoog op zijn poten. Gelukkig deze keer. Oké, we moeten ook natuurlijk weer een airlock hebben. En dat is komen we niet binnen. Ik denk ik gewoon de normal wall is het beste. Voor nu, want aangezien we anders meer uit moeten geven dan dat het nodig is. En we hebben zoveel spul en we zijn, ja, we hebben de regels. Oké, okay, ik dacht dat hij net het anders zei, dat het niet genoeg was voor iets. Oké, okay, het zal wel. Voor mij. Ligt daar nou een... Voor mij sprong daar net een spin, maar oké. Okay. Voor mij sprong daar net een spin. Die heb ik niet volledig afgemaakt, maar het maakt niet uit. En dan zat ik hier misschien te denken voor de toekomst een ander dingetje. Maar dat stuk kunnen we er altijd later nog een keer uit trappen. Ja. Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit van wat we erop dieven dus. Nou, tenminste ook nog een beetje licht binnen. Oké. We hebben de muur. En we moeten alleen deze nog even bouwen. Anders kunnen we nooit verder daar binnen toe. En ik weet sowieso dat we ook een climate control unit nodig hebben, omdat het hier nog best wel koud kan worden, want we hebben ook de heat unit bij me dus. Top. Oké. Okay. We hebben ons binnen gebeuren. Mm.
Dit is wel het belangrijkste onderdeel van de hele basis. De fabricator. De chemietafel denk ik wel ook wel binnen, want buiten is het al wel een beetje koud. Maar ik laat dat toch even open. Voor andere ideeën. Ik denk eerst dat we nu de Climate Control Unit, Water Reclaimer. Ik denk dat de Climate Controller eerst behandig is. En wat lockers binnen, zodat ik wat niet hele tijd weer naar buiten hoef te gaan. Dus laten we even wat lockers gaan halen. Kijken, waar ligt het? Circuitboards. Wait, what? Maakt niet uit, maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit. Totaal niet. Even kijken, we hebben de fabricator dus. Gold. Top, weer naar buiten. Zit er nog wat in het schip? Nope. Met een gouden bar redden we het niet. Oké, even kijken. Dit is obsidian. Hier dump ik dus even alle onnodige spullen in. Wat had er wel rubber? Als ik daar binnen even snel een locker neerpleur. Met wat meer staal. Dan hoef ik niet de hele tijd van binnen naar buiten, naar binnen, naar buiten, binnen, buiten, binnen, buiten. Om de hele tijd mijn oors bij elkaar te schrapen. Want dat willen we natuurlijk niet, want we willen wel een beetje efficiënt zijn. Zo, dit mag dan wel buiten blijven. Die valt sorteren. Laten we eens op zoek gaan naar goud weer. En ik hou mijn dingetje ook een beetje open, zodat ik kan zien wat er zou moeten liggen. Wat voor oors het zou kunnen zijn. Dit is tungus, daar heb ik niks aan. Base metal. Zou goud in zouden moeten zitten. Maar ik kan er ook naast zitten. Iron. Het is zo koud hier. Echt een tirantide. Het is zo flippend koud hier. Je ballen vriezen er zo wat vanaf. Ook niet. Tinkers doet eigenlijk ook niks. Voor mij had ik net ook weer wat research open. Dan kan ik minimaal de heavy assault weapon eigenlijk maken. Alleen de ammo nog niet. Maar de ammo komt er vanzelf wel.
En ik had behoorlijk wat science punten, dus kunnen we ook nog. Charge nou. Dat kopen we zelf allemaal wel. Base battle. Waar de flip ligt het oor wat ik zoek. Toen loop ik een rondje. Was het ook niet ook de bedoeling geweest dat mensen hier zouden gaan overleven, heb ik het idee. Maar het is wel overleven in Ultimate Survival. Het zou ook zo handig nu zijn als ik wat meer defense had. Dus een rover, of weet ik van wat allemaal nog meer. Ja, dat wordt ook top. Ik heb ook niet echt het idee dat ik het wat productief vind van gold en weet ik wat nog meer. Dat is echt denk ik buiten de boek. Oké, we hebben de keuze tussen een ijske. Ah, fok. Op. En teringwezen. Oké, ik kan gewoon bij ze tussendoor lopen. Oké, gelukkig. Oh. Warmte. Ik hou van warmte, maar dat is too much. Oké, ik denk toch echt dat er in de base metal zou moeten gaan zitten. Iron. Wat is dit? Tungus. En zo jullie wel wat gaan bieden. Kom op, goud, laat je zien. Kom op, guys. Oh, plutonium. Plutonium is red, hard to find, dus. Oh. Tungust. Goud. Laat je zien. Of ik zit in het verkeerde deel hier. Oh, dat kan ook nog. Nee, wat ik ga gewoon even kijken of ik wat andere shit kan vinden buiten de map. Nee, vliegen in het donker lijkt me niet zo'n heel sterk idee aan, zie ik geen klote zie. Waarom heb ik dit schip eigenlijk geparkeerd tussen al de stenen? Oké. We gaan het rustig aan doen. Dat is space. Dat is land. En als ik gewoon die kant op ga. Kijk dat op een gegeven moment ook een border. Ik moet echt wachten tot het daglicht is.
Anders vlieg ik dit schip helemaal naar de kloten. Of gewoon wat rustiger vliegen, dat kan ook. Hier ziet er wel wat belovend uit. Maar ik zou zeggen dat gold eigenlijk wel dieper bij de heat source zou moeten liggen. Maar kan het fout hebben. Ik dacht heel eventjes dat hier een grote ijsvorm zou zitten. Oh, really? Obsidian? Niet echt wat ik zocht, maar oké. Dit is beter dan niks. Het begint wel 80 minuten dus. Ik hou ook die van die frostbite in mijn scherm, de tering. Au, heet. Oké. We gaan door met zoeken. Ik zeg dat dit best wel goed is. Wat leek dus de terentieten? Oeh, sunrise. Kijk hoe ver we kunnen wel niet kunnen vliegen. Zo. Oh. Jezus Christus. Wat? Wat was dat? Wat raakte ik? Oh, sperg. Jezus. Ik dacht zeker dat is een fucking monster. Oh shit. Deze map is groot, kerel. Ik zou er maar af moeten leggen met je hoverbike. Deze vlakte is echt gewoon huge. Maar weet je, ik denk dat ik het even hierbij ga laten. Ik weet niet waar ik ben op het moment. Sowieso ver weg denk ik van mijn flatable dome. Yep. Dus mensen, mocht je dit leuk vinden, beloof natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op deze video als je dat niet hebt gedaan. De zoektocht naar goud gaat sowieso door. We hebben tenminste weer wat dingen neergezet en ik ga even snel zorgen dat we terug zijn bij de basis. Dat bevat me hier totaal niet. Dan doe alvast even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op dit game, bijvoorbeeld op Twitch en op Facebook. Links zit hier beneden in de beschrijving. En de auto komt er zo aan. Oké, top. We zijn er al. En mensen, zoals altijd, keep it to you, keep it Dutch, en tot de volgende keer. Later!